We hebben hier momenteel onze Batavia database. Maar hoe werkt dat nu als je bij SQL databases databanken wil exporteren of verplaatsen naar een andere machine? We hebben rechtstreeks een SQLite databank geopend, maar normaal werkt het zo niet. Normaal ga je een export doen naar een SQL instructiefile die met behulp van SQL Create Queries de volledige databank gaat hercreëren. En we kunnen zo eens een export maken. We gaan daarvoor onze database exporteren. En je ziet, je kan de hele databank exporteren ofwel een structuur. Je kan ook alleen alle tabellen exporteren. Ik ga nu de database exporteren. En u ziet hier al zo'n export staan, batavia-data.sql. Dat is zo'n file die geëxporteerd wordt. Ik ga er nu een nieuwe maken. Ik ga dat batavia-tryout.sql noemen. SQL is eigenlijk de standaard extensie die we aan zo'n exportbestand gaan geven. En ik ga dat hier uitvoeren. Hij heeft het nu geëxporteerd. En nu kan ik in een teksteditor, zoals Notepad++, dat bestand gaan openen. Dus ik ga hier die Batavia tryout SQL openen. En dan zie je dat je terug SQL statement krijgt. Een create table, gevolgd door het invoegen van alle rijen. Dus eigenlijk dit volledige tekstbestand is een transactioneel bestand dat op de databank SQL-commando's gaat uitvoeren tot als de volledige databank gerecreëerd is, inclusief al de queries die we gemaakt hadden. En we kunnen dat nu eens proberen uitvoeren. Dus we gaan een nieuwe database maken. Ik ga deze databank sluiten. En in plaats van nu te connecten naar een bestaande database, ga ik een nieuwe databank aanmaken. En ik noem dat Batavia Tryout. En dat wordt mijn nieuwe databank. En die ga ik hier ook in mijn folder SQL voorbeeld plaatsen. Dus ik ga daar als folder SQL voorbeeld kiezen. Ik heb hier nu mijn Batavia tryout SQLite. Dat is dus werkelijk de database. Daar zit alleen een SQLite tabel in. Voor de rest geen nieuwe tabellen of views. En nu ga ik daar een SQL in uitvoeren. Ik ga dat doen via database import. En nu gaat hij mij de SQL file vragen die de data gaat creëren. Dus ik doe select file. En ik ga hier alle bestanden kiezen en mijn tryout SQL openen. En ik kies hier SQL in plaats van CSV. Nu, ik ga dit hier niet aanvinken. Ik ga het gewoon uitvoeren. En nu zegt hij, ben je zeker dat je die importdata gaat doen via het uitvoeren van die SQL statements? En er zijn 4321 dergelijke statements in het bestand. Ik ga hier oké doen. En hij heeft die uitgevoerd. We zien hier meteen dat we onze 5 tabellen terug hebben. Die zijn ook mooi gevuld. We hebben onze 11 views.
Dus dat gaat, zoals je ziet, bliksemsnel. Onze indexen, alles. En u begrijpt dus dat de volledige databank kan beschreven worden als een reeks van SQL-commando's die elkaar opvolgen. En zo begrijp je eigenlijk hoe die transacties werken. Dus telkens wanneer je op een online database werkt, worden daar ook transactielogs van bijgehouden. Dat zijn eigenlijk alle individuele SQL statements die zijn uitgevoerd. En zo kan men dus een database exporteren als een leesbaar geheel van SQL commando's.